Ik ben Ron Mostaert en dit is aflevering 302 van Het Leger des Heils in 2 minuten. In deze minuten staat Psalm 121 centraal. Ik kijk omhoog naar de bergen, daar komt mijn hulp vandaan. Daar is de Heer, Hij helpt mij. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Ik heb u in vorige afleveringen al verteld dat ik niet zoveel met natuur en zo heb. Toch vind ik weer een psalmfragment waar natuur centraal in staat. Waarschijnlijk is dat toch wel belangrijk. De titel van deze psalm is Pelgrimspsalm. De eerste regel van deze psalm bevat de vraag: van waar kan ik hulp verwachten? De pelgrim maakt zich zorgen. Om die vraag te beantwoorden kijkt hij niet meer naar zijn omgeving, maar hij kijkt naar de bergen. En van oud zijn bergen een symbool voor God. De tweede regel laat het onderbewustzijn van de pelgrim zien. Voor de pelgrim is het de lieve Heer die helpt. De Heer die ook de hemel en de aarde gemaakt heeft. Deze tekst vinden we in lied 232, maar ook in lied 190 in onze liedbundel. In mijn leven zijn twee dingen heel duidelijk. Ik ben geboren en ik ga dood. Tussen deze twee feiten ben ik op reis. Soms maak ik onderweg dingen mee waarvan ik zeg, nou, niks aan het handje dus, hè. Er zijn ook wel dingen gebeurd waar ik niet zo blij mee was. Wat mij angst inboezemde. Wat moet ik dan doen? Dan kijk ik dus omhoog. Want daar komt mijn hulp vandaan. Ik ben verzekerd van de hulp van de lieve Heer. Onbeperkt en onvoorwaardelijk. Mijn hulp is van de Heer, die aard en hemel schiep, en die niet sluimeren of slapen zal. Hij is steeds bij mij als een schaduw aan mijn rechterhand. Al mijn hulp is van de Heer. Ik ben Ron Mostaert. En dit was aflevering 302 van Het Leger des Heils in 2 minuten.